Esther Yoga met Esther en Chantal. In deze video, hoe doe ik krijgerpose? De Virabhadrasana. Er zijn meerdere krijgerposes. En krijgerposes komen veel voor in verschillende yoga vormen. De vinyasa's, ook in Ashtanga, in Hatha. Het zijn hele fijne, krachtige poses. Waar heel erg de balans tussen spanning en ontspanning, tussen kracht en stilte gezocht wordt. Het zijn ook vaak doorgangsposes binnen de vinyasa bijvoorbeeld. En de belangrijkste gaan we vandaag even met je doornemen. We beginnen met krijger 1. En je kan op verschillende manieren in krijger pose komen. Vandaag gaat Esther naartoe via neerwaarts kijkende hond. Daarvoor zet ze haar rechtervoet naast haar rechterduim. Dat is meteen belangrijk dat voor je heupen, zodat die in één lijn blijven. Dat je voet niet in het midden tussen je handen staat, maar echt aan de kant van je rechterhand. En dan kom je overeind. Dan staat je hiel op de mat. Je achterste voet is uitgedraaid, ongeveer 45 graden. En dan maak je jezelf mooi lang. Kom je overeind. En dan strek je jezelf naar het plafond. Als je armen gestrekt zijn, mag je ze ook sluiten. Eventueel je laatste drie vingers verstrengelen. Je mag meekijken omhoog of je kijkt naar voor. Om naar Esther een plezier te doen, vraag ik of je je handen voor je wilt brengen tijdens deze uitleg. Dat staat iets gemakkelijker. En dan beginnen we beneden, beginnen we met de voeten. Die staan stevig in de mat geduwd. Niet alleen je voorste voet, maar ook je achterste voet. Dus het gewicht is over beide voeten verdeeld. Gevoelsmatig kan je met je achterste voet de buitenste rand wat meer in de mat duwen. Dat geeft echt het gevoel dat je goed met beide voeten in de mat staat. Je achterste been is gestrekt of richting gestrekt. Je voorste been is gebogen. En het is belangrijk dat je knie recht boven of iets achter je hiel staat. Dus hier of iets erachter, maar niet ervoor. Dat is belastend voor je kniegewricht. Dus dat willen we niet. Dus hij blijft hier of hij gaat achter. En gaan we opletten. Dan is het in krijger 1 pose de bedoeling dat je je linkerheup wat naar voren brengt en je rechterheup wat naar achter. Op het moment dat je rechtervoet natuurlijk voor staat. Dus dat je je heupen zo parallel mogelijk aan de voorkant van je mat brengt. Dat gaat niet helemaal kunnen. Dat heeft te maken met je botstructuur. Het is het beste als je je heup in diezelfde richting brengt als dat je achterste knie is. Op het moment dat je namelijk echt je heupen helemaal parallel aan de voorkant van je mat zou draaien, dan zou dat betekenen, Esther, dat je het ergens vandaan moet halen. Dus dat of je hiel van de mat komt en als je dan toch krampachtig de hiel op de mat probeert te houden, dat je het uit je kniegewricht of uit je enkelgewricht gaat halen. En dat is niet goed. Dus dat doen we niet. Dus je heupen staan in dezelfde lijn als je achterste knie. Je trekt de binnenkant van je bekken, de voorkant van je bekken trek je naar binnen en omhoog. En ook je lage rugspieren gebruik je. Je krult je stuitje. Krul je zoveel mogelijk naar binnen, zodat je ruggengraat helemaal lang en recht is. Van je stuitje tot je kruin. En om dan je voorkant, je torso, wel helemaal parallel aan de mat te krijgen, gebruik je schuine buikspieren en draai je lichaam, zodat je helemaal in één lijn bent. Ook een belangrijk aandachtspunt is dat tijdens de krijgerpose je voorste knie de neiging kan krijgen om wat naar binnen te komen. Dus let op dat je die goed richting je kleine teen blijft duwen. En dan sta je in een hele mooie krijger 1 pose. En vanuit hier kan je heel makkelijk naar krijger 2. Dat betekent dat je je heupen wat meer naar de zijkant opent. Dat je linker, dat je achterste voet nog wat meer uitdraait. En dat je je armen spreidt. Je rechterarm is in één lijn met je voorste been. Je linkerarm met je achterste been. Dan is je hoofd in één lijn met je stuitje. Je schouders zijn mooi laag. Krijger 2. Je gezicht is ontspannen, je vingers zijn ontspannen, je benen zijn sterk. En dan sta je als een huis in krijger 2. Vanuit hier, Esther, als je even terug wil gaan naar krijger 1. Wat een hele fijne doorgangspose is, is de omgekeerde krijger. In dat geval breng je je linkerhand naar je achterste been. En gaat je rechterhand schuin naar achter. En dan reik je helemaal van je vingertoppen tot aan je tenen. En dan heb je een hele prettige stretch aan de rechterkant van je bovenlichaam. Omgekeerde krijgen. Heel goed.
En dan gaan we nog even terug naar krijgen 1. Wat ik jullie ook heel graag laten zien is nederige krijgen. In dat geval breng je je handen achter je rug. Verstrengel je je vingers. Druk je eerst goed je handen richting de mat, zodat je borst opent, je schouderbladen komen naar elkaar toe. En dan buig je voorover. Dan heb je misschien de neiging om het gewicht naar je voorste been te brengen. Dat doe je niet. Je blijft heel goed die achterste voet stevig in de mat duwen. En dan kan je ervoor kiezen of je rust met je rechterkant van je bovenlijf op je bovenbeen. Heb je wat meer steun. Als je zegt ik zoek wat meer uitdaging. Dan kan je hele lichaam naast je bovenbeen brengen. Je hoofd gaat richting de mat, hangt los. En je armen gaan zoveel mogelijk schuin naar de voorkant van je mat. Kom je overeind, dan trek je de binnenkant van je bekken, de voorkant trek je omhoog. En dan sta je weer in krijger 1. Dus we hebben meer variaties. Dit zijn de belangrijkste. Dit zijn de krijgers die wij vaak doen. Of zullen we nog even krijger 3 doen? Ja, dat vind ik leuk. Krijger 3, balanspose. Kom je vanuit krijger 1, kan je daar naartoe. Je strekt je handen boven je. Dan breng je het gewicht op je voorste been. En dan hou je lichaam helemaal in deze positie. En dan ga je op je rechterbeen, je linkerbeen breng je omhoog. En dan probeer je zoveel mogelijk in één lijn te staan. Een hele goede tip is om dat achterste been goed aan te spannen, goed actief te maken. Dat helpt je in je balans. Je drukt stevig de voet van je rechterbeen in de mat. Je stambeen is natuurlijk actief. Je bekkenbodemspieren, je mulabanda, je diepe buikspieren. Je rijdt actief met je handen. Je kijkt naar de mat of je kijkt voor je. Dan kom je heel zachtjes terug. Je krijgt 1. Hartstikke mooi. Veel plezier ermee. Mocht je nog vragen hebben of andere verzoekjes voor posen die we eens voor je moeten uitpluizen, dan lezen we dat graag hieronder. Dan wens ik je een fijne dag. Namaste. Namaste.